Dag meisjes, vandaag neem ik dit filmpje op zonder statief. Want ik moet kunnen bewegen met mijn camera, dus ik hoop dat het filmpje niet te schokkerig wordt en dat jullie dit niet hervinden. Nu, ik heb mij al opgemaakt en ik wou jullie eigenlijk graag eens mijn boeken rondom make-up en beauty en dergelijke tonen. Dus ik sta hier nu in mijn bureau en ik ga even naar een deel van mijn boekenkast gaan. Dit is mijn boekenkast. Allee, een deel dan toch, want er staat ook nog een deel beneden in de living. Maar dit is wat ik hier heb. En ik heb hier een schapje met beautyboeken. En dan liggen er hier nog een paar bovenop. En in die doos daar beneden, omdat dat de boeken zijn die ik reeds gelezen heb en een review van gegeven heb. Dus laten we daarmee beginnen, want die kennen jullie al. Ik zal eens kijken of ik het hier neer kan zetten. Ja. Ja. Dus het eerste boekje die ik heb is het Nailcare boekje die ik reeds in een review toonde waar ik eigenlijk minder tevreden over was. Dan de Bobbi Brown Teenage Beauty, hoe je jongeren tieners kunt opmaken. Dan de verschillende looks van Lauren Luke. En dan het make-up boek natuurlijk van de Body Shop die ik ook wel heel graag gebruik. Met heel veel schoonheid. Ideaal eigenlijk zijn deze boeken om inspiratie op te doen. Dan heb ik hier nog een boekje klaar liggen van Bobbi Brown. Zijn de Beauty Evolution. Dat is deze. Deze heb ik al gelezen. Ik moet eens kijken. Ik ben nu aan het twijfelen of ik daar al een... Nee, ik heb daar nog geen review van geschreven. Dus deze komt binnenkort in een review. Maar ik ben momenteel deze van Bobbi Brown aan het lezen. Bobbi Brown aan het lezen. Ja, hij zit in een hoesje om het te beschermen omdat ik dit meeneem naar mijn werk. En dat is Bobbi Brown Living Beauty. Dus ik wou deze twee samen reviewen omdat ja, Bobbi Brown uiteindelijk schrijft ze heel vaak over dezelfde dingen. Dus ik dacht, laat ik de twee maar samen nemen. Dan heb ik hier een L die ik nog moet lezen, die ik gekregen heb van John Frieda, die ook klaar ligt om te lezen. En dit boek. Dat heb ik nog niet gelezen. Het valt mij ook wat tegen, dus ik weet niet of ik het zal houden. Het zijn ook eigenlijk tutorials van verschillende looks, maar bijvoorbeeld dit is een dag make-up. Ik weet niet of het aan mij ligt. De ogen zijn vrij goed. Maar voor een dag make-up zou ik toch een iets lichtere lipstick gebruiken. Nu, de lipstick, daar kan ik nog wel omheen. Maar die blush, die vind ik toch wel iets te sterk. Dus ik weet het niet goed wat ik van dit boek moet denken. Dus ja, voorlopig hou ik het nog bij tot ik het gelezen heb. En dan zal ik beslissen wat ik ermee ga doen, denk ik. Dan heb ik hier een boel kleinere boekjes liggen, rappere leesboekjes om zo tussendoor even te bekijken. En dat is deze Face. Ik weet niet of je het kunt zien. Face van Carol Morley en Liz Wild. En dit zijn make-up moves, dus hoe dat je beschermt tegen de zon. Hoe dat je moet scheren, wat dat je moet eten om er van binnenuit mooi uit te zien. Dus dit boekje. Dan heb ik hier ook nog Beautiful Nails. Dus ja, het boekje zegt het al zelf eigenlijk. Gewoon ja, verschillende stijlen. Hoe dat je nagels kunt dragen. Hoe dat je nagels moet verzorgen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het andere boekje, denk ik. Dus ik weet ook nog niet goed wat ik hiervan moet vinden. Dan heb ik een Oulala boekje. En het is het Oulala boekje Perfect Makeup. Er hangt daar nog een irritante sticker op die ik er nog moet afhalen. En dat is van Suzy Galvez. En ook dit gaat eigenlijk over hoe breng je dingen aan. Wat doe je om je lippen te verzorgen. Maar ja, dus deze boeken heb ik allemaal nog niet gelezen. Dus ik weet ook niet perfect wat erin staat. Dan heb ik dit boekje. Hier ben ik wel benieuwd naar. Dat is Girls Night In. In plaats van eigenlijk naar een spa te gaan, staat hierin hoe dat je thuis je eigen spa kunt creëren. En dit hangt eigenlijk voor mij samen met dit boekje. De 99 Bedtime Tweets. Dat is eigenlijk hoe je bad bruisballen kunt maken. Hoe je kleur maakt in je bad.
Dus eigenlijk echt wel voor bruidsbal te maken. Dus als ik deze gelezen heb, zal ik zeker eens een do-it-your-own opnemen. Maar ik ben gewoon nog niet toegeraakt. Dan, wat heb ik hier nog allemaal? Het boekje Beauty Therapy van Joanna Greig. En dit is eigenlijk, ja, als je een visagieopleiding doet, waar je allemaal kunt opletten. Make-up artist, electrolytes, ja. Ik weet niet, ik moet het nog allemaal lezen, maar dat gaat daarover. Dan, de Natural Beauty Book. Omdat tegenwoordig kun je heel veel shampoos, douchegels en dergelijke kopen. Maar hier willen ze teruggaan naar de natuurlijke elementen. Dus als je geïnteresseerd bent in natuurlijke producten, is dit een zeer interessant boek, denk ik. Dan, The Shopaholic Guide to Buying Fashion and Beauty Online. En dit is eigenlijk een lijst van van een groot aantal online webshops. Waar je juwelen, fashion en make-up kunt kopen. En natuurlijk ook gezichtsverzorging. Dan Beauty SOS. Dat is ook zo'n boekje vergelijkbaar met deze twee. Die ik jullie ook nog moet tonen. De 1001 Little Beauty Miracles. En de 1001 Little Ways to look Younger. Het zijn eigenlijk allemaal kleine beauty tips die ze verzameld hebben in een boekje. En dan heb ik hier ook nog Hollywood Beauty Secrets. Dus dat zijn gewoon tips die eigenlijk van celebrities komen. Zoals, wat staat hier allemaal op? Jennifer Aniston, Beyoncé, Jessica Simpson, Scarlett Johansson. Dus dat vond ik ook wel interessant om eens te bekijken. Ik zal deze eerst even terugleggen, want anders heb ik geen plaats om te werken. Om te tonen. Oké, we zijn er bijna. Ik zal er eventjes bij gaan zitten. Dan, wat hebben we hier nog? Ik heb mijn The Body Shop boek eigenlijk. En dat gaat over huid, haar, skincare. Hoe de mensen omgaan met de huur. Al die dingen. Ja, dat vind ik ook wel een zeer interessant boek. Moet ik nog lezen, maar ik kijk er wel naar uit. Dan heb ik twee Vogue boeken. Ik heb ten eerste het Vogue make-up boek. Dus opnieuw hoe make-up aanbrengen, maar ook hoe make-up is veranderd door de tijd. Waar je allemaal rekening mee kunt houden. Gewoon eigenlijk weer een boek over make-up. Ja. Ik kan maar onderscheid gaan maken tussen de boeken als ik ze gelezen heb natuurlijk. En dan Vogue Beauty. En Vogue Beauty is een heel dik boek, hardcover. En het is ook hoe met make-up werken. Dan heb ik er nog een boel. We zijn er bijna door, maar ik heb er nog een paar. Deze hebben jullie ook reeds zien verschijnen. Dit is Bobbi Brown Beauty. En Revlon Unforgettable Color. Hiervan heb ik reviews geschreven. Ik denk niet dat die in een filmpje gekomen zijn. Dan heb ik de Body Shop Body Care Manual. Dus die hangt wat samen met het andere boek van de Body Shop natuurlijk. Dus ik zal die ook eventjes bij elkaar zetten. Zo. Dan heb ik het... Oeps, die is wel wat versleten, want deze heb ik tweedehands gekocht. De Beauty, Health and Relaxation Box. En dat gaat echt over van alles en nog wat. Over massage, yoga, aromatherapie, make-up, fitness. Maar voeding eigenlijk ook. Haircare en skincare. Dus eigenlijk alles wat met beauty te maken heeft. En hier zitten eigenlijk twee aparte boeken in. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, want ik kan mijn schermpje momenteel niet zien. Dus ik hoop dat ik het goed in beeld breng. Ik zet even zo. Oké. Dan heb ik nog dit boek Classic Makeup Beauty van Mary Quant. En ook hier staan verschillende looks in. Dus dit vind ik al een betere natural look dan in het vorige boek. Maar ook dit vind ik echt prachtig. De 40s Glitz.
Zeer minimalistisch, enkel die rode lip en die eyeliner. Heel mooi. Prachtig om inspiratie eigenlijk uit te halen. Ook je gezichtsvormen en zo. En ja, bijvoorbeeld als je afvalt, dan kan je gezichtsvorm effectief veranderen. Dus dat is ook iets waar je rekening mee moet houden natuurlijk. Oké, dan heb ik ook nog een Trini en Susanna boek. What to wear, what not to wear. Part 2, dus ja, dat zijn eigenlijk gewoon looks die ze bespreken in verschillende situaties. Dus bijvoorbeeld als baas zijnde, niet de linkse look, maar de rechtse look, ziet er wat meer elegant uit. En anders is het streng. Dan, deze heb ik gekregen op de beauty make-up workshop van Flair, waar ik mij voor ingeschreven had. En hier staan ook tools in. Maar ook looks, natuurlijk. Dit vind ik echt wel heel natuurlijk, heel mooi. Een beetje meer blush. Ja, het zijn echt allemaal leuke boekjes, maar ik moet ze nog allemaal lezen. Dan heb ik de Complete Beauty Bible van Paula Begoon, of Begoon. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Paula Begoon is een zeer bekende beauty expert. En ze wil dat de mensen zo natuurlijk mogelijk gaan eigenlijk ook. Hè. Dus maar dit is al een van haar oudere boeken. Maar hoe make-up aan te brengen en dergelijke. Hoe je gezicht te verzorgen. Welke ingrediënten te mijden. Welke niet. Eigenlijk van alles en nog wat. Dan heb ik hier het Complete Beauty Book van, ik denk dat dat, ja, Helen Foster is. En dus ook hier, dit vind ik wel leuk, hier hebben ze echt verschillende haarstijlen ook in opgenomen. Dus dat vind ik wel, het is echt compleet. Het is make-up, haar, skincare, van alles. Het is echt ook eten, voeding. Maar bijvoorbeeld ook dit, de vlechtjes. Ja, ik moet deze nog lezen, maar hun gezichtsmasker, hoe je gezicht reinigen, al die dingen. Dan heb ik ook nog het Jelena Rubinstein Beauty Book. Dat is een bekend make-up merk. En hier staan, en dat vind ik ook wel interessant, dieetrecepten in. Workout, methodes eigenlijk, oefeningen, make-up. Dus als je goed kijkt, heeft deze mevrouw denk ik twee verschillende ooglooks op. Nee, toch niet. Ze hebben een accent gegeven met een houden oogschaduw. Hoe je haar beschermen tegen de zon, hoe je nagels verzorgen eigenlijk ook. Ja. Natuurlijk, het zijn allemaal beautyboeken, dus ze gaan allemaal een beetje over dezelfde dingen bespreken eigenlijk. Dit is een iets ander boek, dit is Liz Earle New Natural Beauty. Dus dat is eigenlijk om ook do-it-your-own dingen te maken, maar dan, hoe moet ik het zeggen, voornamelijk body lotions en met ingrediënten die je eigenlijk in de keuken kunt vinden. Dus bijvoorbeeld anti-aging creams. Hier hebben ze het ook over aromatherapie, denk ik. De ingrediënten die je hebt. Cleansers. Dan kun je hier cleansers bekijken. Ja, ook hiervan zal ik ook wel dingen uitproberen, maar ik ben er ook nog niet toe geraakt op dit boek. En dan zijn we er bijna door. Dan heb ik nog dit boek. Look Like a Princess van Clayton Howard. Ja, daar staat van voor die Princess Di op of Princess Diana. Maar eigenlijk gaat het voornamelijk over een make-up artist die ook weer uitleg geeft over wat hij of zij dagelijks doet. In dit geval is het een man natuurlijk. Bobby Brown is een vrouw. En dan. Dit is al wat ouder boek. Ik vermoed dat hier misschien wel achterhaalde dingen in gaan staan. Maar dat weet ik niet tot ik het gelezen heb. En dan natuurlijk nog een boek die eigenlijk iets minder met make-up te maken heeft. Maar toch wel met beauty lifestyle. En dat is dit boek van The Body Shop.
En dat gaat over massage en dat ben ik eigenlijk nu aan het lezen. Dus wat dat wij eigenlijk thuis heel graag doen, ik heb dit geleerd aan mijn vriend en ik doe het zelf ook. Dit is de Palm and Finger Press, dus deze ben ik aan het lezen momenteel. En dat is eigenlijk echt helemaal ontspannend voor je, ja, voor je handen en zo. Dus ook een aanrader. En dit, hier maken ze echt ook onderscheid tussen dingen die je zelf kunt doen bij jezelf of waar je iemand anders voor nodig hebt. Dus een heel interessant boek. En ja, meisjes, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit eens te zien. En duimpje op als je dit leuk vond, dan weet ik dat. Ik zal sowieso nog wel van de meeste boeken die ik nog niet gereviewd heb een review schrijven of maken. En abonneren op mijn kanaal om daarvan op de hoogte te houden. Om daarvan op de hoogte gehouden te worden. Het is toch gratis. En tot de volgende keer. Doei!